Leerlingen van regionale scholengemeenschap Simon Vestdijk in Harlingen konden zich dinsdagmiddag laten informeren over de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de statenverkiezingen op 2 maart. 11 vertegenwoordigers van de 13 partijen waarop gestemd kan worden waren aanwezig. Op een informatiemarkt hadden ze een kraampje ingericht met uiteenlopend campagnemateriaal. Ik begin nu officieel met deze dinsdagmiddag op RSG Simon Vestdijk. Hartelijk welkom iedereen. Allereerst wil ik de politici hartelijk welkom heten. Dat zijn 11 mensen van de 13 partijen die meedoen. Er zijn 2 partijen die er niet zijn. En dat zijn de Partij van het Noorden en dat is wegens onderbezetting. En dat is de PVV, omdat zij overvraagd worden. Maar ik denk dat u ook met dat probleem te kampen heeft. Verder zeg ik daar niets over. De opkomst van leerlingen was behoorlijk groot, maar dat kwam waarschijnlijk omdat niet elke leerling vrijwillig aanwezig was. Verder zitten hier verplicht, heel mooi, 4 HAVO, yes! En 4 Atheneum voor maatschappijleer en 2 Atheneum Plus, heel erg fijn. Er zijn nu provinciale statenverkiezingen op komst. Jullie hebben dit weekend misschien op televisie gezien dat er allemaal campagnes gevoerd worden. De statenleden, dat zijn de 43 in Friesland, die kiezen in mei de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer controleert de Tweede Kamer en heeft daarom een hele belangrijke positie. Belangrijkste en spannendste onderdeel van de middag was het debat van de leerlingen met de lijsttrekkers of hun vervangers. Ik had vragen aan 50PLUS. In uw partijprogramma besteedt u weinig aandacht of geen aandacht aan jongeren en jongvolwassenen. Dus hoe was er van plan om toch jongeren aan te trekken of op u te laten stemmen, zeg maar? Als u dat dan van plan bent. Nou, wij denken dat wat goed is voor ouderen ook goed is voor jongeren. En als je naar ons programma kijkt, dan besteden we best wel aandacht aan het onderwijs, bijvoorbeeld. Maar wij gaan ervan uit dat als je door de bril van ouderen naar de samenleving kijkt, dat je daar ook als jongeren belang bij hebt. Ik denk dat voor jullie ook belangrijk is dat jullie grootouders en jullie ouders goed kunnen leven en dat jullie daar ook een mening over hebben, dat dat goed voor elkaar komt. Die zegt, wat goed is voor ouderen is ook goed voor jongeren, maar dat is natuurlijk wel een dooddoener. Ze hebben geen beleid voor jongeren. Dankjewel. Ik weet niet of de behoefte is dat een andere partij erop reageert. Ja? Ik kan me voorstellen dat de Partij van de Arbeid hier iets van vindt. Ja, want het klinkt erg aardig dat GroenLinks dat wil. Maar mijn collega Janne Wieske de Vries, die 2 staat op onze lijst, heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat nu University Campus Friesland van start gaat. En dat betekent dat het HBO in Leeuwarden wordt versterkt met mastersopleidingen. Dat er plekken komen voor jonge mensen om ook wetenschappelijk onderzoek te doen. En daarbij ook bedrijfjes op te starten. Dat gebeurt nu in watertechnologie. Dat moet ook gebeuren voor duurzaamheid, duurzame energie en voor een aantal andere zaken. We hebben ons ook sterk gemaakt voor de dairy campus, hoger onderwijs van Hal in de landbouwsector en daarbij ook hele goede banen voor mensen die met HAVO, Atheneum doorstromen, hier kunnen studeren, maar ook kunnen gaan werken. Nou ja, van heel veel partijen nu heb ik gehoord van over die universiteit dat ze bang zijn dat de jongeren weglopen uit Friesland. En nou ja, dat kan best gebeuren, maar er gebeuren hier ook veel mooie dingen. En ja, nee, maar ik weet, naarmate je meer studenten in Leeuwarden hebt, Leeuwarden gewoon een gezelliger stad is, leefbare stad. Dat is ook nog een heel belangrijk punt waar je aan moet denken. Verder is het zo. Want er zijn misschien wel Friezen die in, weet ik waar, in Limburg gaan studeren. Maar als je maakt dat Friesland ook een leuke plek is om te gaan studeren, krijg je mooie import. En dat is net zo waardevol dan mensen hier houden. Dankjewel. Okay. Ik had een vraag aan de PvdA. Dat u streeft naar de Friese taal in het onderwijs. Maar hoe wilt u dat voor elkaar krijgen als heel veel kinderen nu geen Fries kunnen spreken? Als je in Friesland woont, moet je in ieder geval het Fries kunnen verstaan. En het is heel mooi als alle Friezen het ook kunnen praten en lezen. En daar zetten wij ons als provincie Friesland al jaren voor in. En als wij het niet doen, doet niemand het. De komende tijd worden er door de hele provincie nog meer van dergelijke debatten gehouden. APPLAUS